Hier is Arnold. En hij ziet er hongerig uit. Arnold, kijk, jij bent het. Maar dan uit de toekomst. Wacht, Arnold, hij heeft je kleren niet nodig. Hij heeft hulp nodig. Dat is waarom je naar het jaar 2050 gaat. Oh jee, dat is niet de mooie toekomst waar mensen aan denken. Inderdaad, in 2050 leidt de aarde onder de opwarming van de aarde. De bevolking van de planeet is gegroeid tot meer dan 10 miljard mensen. Deze overbevolking heeft een tekort aan zoet water veroorzaakt. Kun je je het voorstellen? De planeet staat op het punt vernietigd te worden en ze vechten om Pepsi. Oké, terug naar onze missie. In 2050 heeft iedereen cybernetische implantaten. En aangezien vijandelijke drones implantaten kunnen detecteren op een afstand van 10 kilometer, ben jij, Arnold, de meest onopspoorbare en onkwetsbare persoon in 2050. Jij bent degene die zal helpen het verloop van de oorlog te veranderen. Soldaten verzamelen. En dus, Arnold, de vijand is gespot in het noorden. Maar de weg wordt geblokkeerd door elektromagnetische kanonnen. En de impulssnelheid overschrijdt 7000 kilometer per uur. We moeten een schuilplaats vinden. Snel, ga naar beneden in de metro. Je bent aan de kanonnen ontsnapt, Arnold. Maar er zijn nu andere problemen. Drones gedetecteerd door scanners. En maak je geen zorgen, Arnold. Vergeet niet, deze drones zullen je niet eens opmerken. Je hoeft alleen maar langs hen te rennen en de stroom uit te schakelen. Goed gedaan, Arnold. De toekomst was zeker niet klaar voor mensen zoals jij. Ga door, vriend. Je bent er bijna. Het is tijd om naar de oppervlakte te gaan. Arnold, er zijn veel vijanden in de buurt. Stap in het exosuit. Hiermee kun je een supersoldaat worden en lange afstanden afleggen. Zonder moeten worden. En alle fysieke activiteiten worden 20 keer makkelijker dan voorheen. Je bent nu niet meer te stoppen, Arnold. Nu moet je alleen nog de besturing uitvinden. Arnold, nee! Je hebt jezelf gedood uit de toekomst. Oké, dus geen tijd om te treuren. Je vijanden komen eraan. Je hebt een vlammenwerper. Gebruik het. Oh, yeah. Niemand had ooit gedacht dat dit op een dag in Hollywood zou gebeuren. Arnold, kijk uit! Een raket! Arnold! Arnold! Ben je in orde? Arnold, je was ernstig gewond. Dus de artsen gaven je een aantal upgrades. Bijna zo goed als nieuw. Maar er is één probleem. Nu hebben we een soldaat nodig zonder implantaten. En jij moet terug in de tijd reizen en hem vinden. En hier is je vrijwilliger. Breng hem in het portaal. Déjà vu. Dit heb ik ergens eerder gezien. Hallo, Arnold. Hey, wanneer is het je gelukt om bij de zee te komen? Dus, waar is dat hele stranddecor eigenlijk voor? Ah, is dit om Bertha's aandacht te trekken? Wauw, het is zowaar gelukt. Ze nodigde je uit om haar te bezoeken. Maar, hey, maatje, heb je wel genoeg geld voor een kaartje? Ik heb een idee. Je kunt naar Bertha vliegen in extra super duper economy class. En in plaats van de gebruikelijke tablet en kussen heb je voedsel, water en een potje nodig. Maak je geen zorgen, Arnold. Je bent niet de eerste die op deze manier reist. Reginald Reg Spears kwam zonder geld in slechts 3 dagen helemaal in een ander werelddeel. Tegenwoordig zijn pakhuizen net steden met hun eigen wetten en regels. De kans dat je een pakje verliest wordt tot een minimum beperkt. Robots werken op de transportbanden door speciale streepjescodes te lezen. Dit vermindert de kans op menselijke fouten. In 2019 vestigde China een wereldrecordbezorging met 345 miljoen pakketten die slechts in 1 dag bezorgd werden. Het ergste wat een pakje kan overkomen is dat het in een haven bij de douane vastgehouden wordt. Ik ben het ermee eens dat dit voor de persoon binnen niet te vergelijken is met een verblijf in de Ritz. Jezelf in een afgesloten ruimte onder de gloeiend hete zon vinden is een moeilijke opgave. Arnold, hou vol, kleine vriend. Het duurt nog maar even. Om precies te zijn, 23 dagen, 17 uur en 45 minuten. Welkom in Australië, Arnold. Een van de voordelen van pakketreizen is dat ze per koerier tot op de eindbestemming bezorgd worden. Bertha kan elk moment hier zijn. Wauw, wat een babe. Arnold, ben je er klaar voor? Succes, Arnold. Ze zal je zeker niet vergeten. Hey Arnold, besloten om in het park rond te hangen of niet? Het lijkt erop dat deze burrito niet van jouw niveau was. Snel, vind iets te drinken.
Arnold, wacht. God knows wat er in deze magische winkel kan zijn. Nou, nu je met succes je Mexicaanse voedselprobleem hebt opgelost, laten we wat plezier gaan maken. Wat een enorme rij. Het lijkt erop dat je nog een tijdje moet wachten. Of... Arnold, dit is geen goed ding om te doen. Het lijkt erop dat dit schattige kleine omaatje je hulp nodig heeft. Arnold, kijk uit! Weet je, Arnold, ik heb besloten om naar het mortuarium te gaan en afscheid van je te nemen. En, oh mijn god, leef je nog? Nee, je bent herrezen. Het lijkt erop dat het elixir dat je dronk werkte. Je bent nu onsterfelijk. Gefeliciteerd, Arnold. Je zult nu het langst levende organisme op de aarde zijn. Je lichaam is nu aan het regenereren. En de term cellulaire senescentie is nu gewoon een grap voor je. Dus, hoe ga je je onsterfelijkheid gebruiken? Ik snap het. Je gaat de weg oversteken door rood. Je betast willekeurige meisjes. Je zult ook de Kenny McCormick lookalike wedstrijd winnen. Dat is belachelijk. Je hebt een oneindig aantal jaren voor je en je verspilt ze aan dit? Arnold, je zou alles kunnen studeren in de wereld. Leer elke gevechtskunst. En zelfs nieuwe sterrenstelsels verkennen en koloniseren. Arnold, hoe zit het misschien met het stoppen van het verspillen van je tijd? Oké, dus misschien ga je 200 jaar lang elke Netflix-serie kijken. Ik zie dat je je een beetje verveelt. Plus, je huis is begonnen te vervallen en je bent nog steeds jong. Een van de nadelen van onsterfelijkheid is dat je al je dierbaren moet overleven. Bovendien verandert de wereld om je heen snel. Maar je zult achterblijven in de vooruitgang en je zult je overbodig voelen in de maatschappij. Alles wat ooit belangrijk voor je was, zal geleidelijk verdwijnen. Na verloop van tijd zal alles je niet meer behagen en verrassen, omdat je echt alles al gezien hebt. Je zult zwaar depressief worden. Oh, Arnold, je kwam net op tijd terug. De zon is stervende en verandert in een supernova. En jij hebt de beste plaats om de dood van ons zonnestelsel te zien. Zeg maar dag tegen de planeet Aarde. Ik denk dat die burrito een vergissing was. Oké, Arnold. Ik heb een machine gebouwd die dingen onzichtbaar maakt voor 24 uur. Er zijn drie mogelijke benaderingen van onzichtbaarheid. De eerste is perfecte transparantie, die we helaas niet kunnen bereiken. De tweede is camouflage. Wanneer de lichtstralen die van het object uitgaan overeenkomen met de stralen die we zouden verwachten te zien in afwezigheid van het object. Dit is precies wat mijn machine doet. En de derde en laatste benadering is wanneer een voorwerp wordt onthuld door een metamateriaal. Zoals die als een onzichtbare hoed. Die de weg van de lichtstralen zo verandert dat zij onveranderd lijken. Oké, ik gooi de eerste schakelaar om. Wist je dat de eerste driedimensionale onzichtbaarheid werd bereikt door een groep van de Universiteit van Californië, Berkeley, in 2008? Zij creëerde een netwerk van zilveren microvezels dat geen lichtstralen reflecteert of absorbeert. Het resultaat is dat het oog alleen licht ziet van de objecten achter de gecamoufleerde entiteit. Nu de tweede schakelaar. Niet bewegen, Arnold. Wacht, wat doe je? Oh, je bent zo'n imbeciel. Ik zou je op je kop willen slaan. Maar verdorie, ik weet niet waar je bent. Zet deze hoed op, zodat ik je kan zien. Oké, je hebt 24 uur. Wat ga je doen? Wie zou eraan twijfelen dat je als eerste daarheen zou gaan? Als mijn machine zou werken volgens het principe van onzichtbaarheid, zou je blind worden. Omdat de brekingsindex van het onzichtbare lichaam gelijk wordt aan die van de lucht. En de lenzen in je ogen zouden het vermogen verliezen om lichtstralen te breken. En ze te richten op het netvlies. Het netvlies zelf zou ook niet in staat zijn zichtbaar licht te absorberen met zijn staafjes en kegels. Als het gevolg van its onzichtbaarheid. Maar jij kunt prima zien. Jij sloeberende onnozelaar. Oké, de sportschool sluit. Kunnen we iets anders doen?
Je hebt nog 18 uur over. Ik bedoelde iets belangrijkers, jij blokhoofdige eikel. Je kan tenslotte vreselijke geheimen onthullen en ongelofelijke prestaties leveren. Je zou zelfs in Area 51 kunnen komen. Oh, juist. Het is in een andere staat. Heb jij een idee? Denk je eraan om het te stelen? Dat is een vreselijk idee. In ieder geval heb je een plan nodig. Natuurlijk, dankzij onzichtbaarheid zul je lang kunnen blijven na sluitingstijd. Maar dan zul je de bewakers moeten omzeilen. En er zijn ook lasers rondom de diamant. Kun je echt een driedubbele salto maken, de diamant stelen en het museum verlaten in de auto die de nieuwe antiquiteiten voor de expositie zal brengen, precies om 2 uur 's nachts? Dan nog, dit is echt een heel slecht idee. Het museum sluit over een uur. Ga je in een hoekje verstoppen en wacht. En zet je hoed af, jij schaapskop-idioot. Maak je klaar, Arnold. Het belangrijkste is natuurlijk om niet gepakt te worden. Arnold, het is tijd. Ah, noten. Alles wat je moest doen was een driedubbele salto. En je hebt het weer verpest. Nou, nu moet je rennen voor je leven, Arnold. De uitgang is net om de hoek. Kom op, Arnold, je kan het. Damn, het lijkt erop dat je een glazen kopie van de diamant hebt gestolen. Nou, ik moet zeggen dat dit een ongelukkige wending is. Hoewel, om eerlijk te zijn, het is vrij logisch dat het origineel in een kluis zal worden bewaard. Nu zul je nooit de liefde van de mooie Tagai hebben. Helaas zul je over een uur of zo zichtbaar worden. Dus, veel succes met ontsnappen. Doei, doei, Arnold. Hier is Arnold. En vandaag heeft hij een weddenschap afgesloten met Elon Musk dat hij een Tesla kan verslaan in zijn gewone oude auto met verbrandingsmotor. Maak je geen zorgen. Elon zal waarschijnlijk de eindstreep niet halen. Het is natuurlijk zo dat niemand er rekening mee hield dat Snot en Gob tijdens de race een barbecue voor zichzelf zouden regelen. Het lijkt erop dat zelfs de normale temperatuur van de zon niet genoeg is om hun beruchte Pangalactic Gargle-bangers te grillen. Ah, dat is veel beter. Oeps, zonnevlammen zoals deze zijn niet goed. Omdat ze meestal alle krachtcentrales en elektrische apparaten op de aarde uitschakelen. Dit zal zeker een negatieve invloed hebben op alle vitale processen op de planeet. En hier is onze ultrasnelle schildpad. Zoals alles elektrisch ging Elon's auto kapot. Het belangrijkste hier is om niet op voorhand te vieren. Hij mag dan dom zijn, maar Arnold weet zeker hoe hij perfect moet knipogen. Jammer dat hij intellectueel beperkt is. De accu is leeg. Nu moeten deze jongens op een of andere manier uit de woestijn zien te komen. Het is goed dat Elon al iets bedacht heeft. En het is nog beter dat zijn kofferbak het heeft. Een emmer? Een mini-racket? En boodschappen? Oh, aardappelen zijn een geweldig idee. Immers, een aardappel kan stabiel 0,5 volt van spanning leveren. Er is ongeveer 13 volt nodig om Arnold's auto met verbrandingsmotor te starten. Dus met 26 aardappelen, een zinken spijker en koperdraad moeten we genoeg hebben om de auto te starten. Verdorie, de startstroom is te laag. Om de motor te starten heb je honderdduizenden aardappelbatterijen nodig. Ik adviseer je op te schieten. De zon gaat onder en de woestijnnachten hier worden behoorlijk koud. Wauw, jongens, geweldige outfit. Ik hoop dat we het hier vandaag zonder het beroemde blauwe kristal kunnen doen. Oh, wacht, ik weet wat je probeert te doen. Als we zinken bouten, schroeven, munten, sponsen, kaliumoxide, koper, remblokken en we mengen ze samen en sluiten ze aan op de auto, dan zullen we een regelmatige batterijlading hebben. De jongens hebben alles goed gedaan. Het is jammer dat er nog steeds niet genoeg vermogen is om te rijden. Schiet op, de klok tikt door. Arnold, stop daar te graven. Wacht, laat me het zien. Een magneet. Dit is precies wat we nodig hebben, Arnold. Hey, Elon, dit is niet het beste moment voor dat. Ah, het is voor een gemeenschappelijk doel. In 1831 voerde Faraday voor de eerste keer een soortgelijk experiment uit. Hiervoor hebben we een spoel, koperdraad en een magneet nodig.
We plaatsen de magneet in een met koper ontwikkelde spoel en sluiten deze. We bewegen de magneet naar binnen en in elke koperen spoel wordt een spanning van 0,01 volt opgewekt. Maar door het grote aantal omwentelingen werkt alles prima. Laten we eens kijken hoe het werkt voor de jongens. Wauw, wees maar voorzichtig met je vinger. Nou, we hebben het tenminste overleefd en de vinger zal wel teruggroeien. Arnold, laat de Tesla hier. En nu gaat het feest verder. Uh-oh. Ik zie jou voor de volgende afleveringen! Hier zijn Gertrude en Arnold. Dit kleine varkentje is een beetje slimmer dan Arnold. En nee, niet omdat het een Neuralink chip in haar hersenen heeft, maar omdat ze met de bus hierheen is gekomen. In tegenstelling tot onze roodharige dwaas, die zijn auto bij de maffia parkeerde voor $50 per uur. Op deze conferentie zal Elon Musk het proces demonstreren van het installeren van een geavanceerde microchip in het brein van deze schattige kleine aapjes. En in de toekomst in het menselijke brein. Arnold, stop met de primaten te plagen met je sleutels. Zie je? Geweldig. Nou, je had het verdiend, maatje. Ik begrijp niet hoe Elon zo'n sukkel heeft kunnen uitnodigen voor zijn conferentie. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt is Neuralink een vrij eenvoudig apparaat. Het is een set elektroden die elektrische impulsen van neuronen in de hersenen doorstuurt naar een computer. Maar technisch gezien is het een verbazingwekkend complex apparaat. Stel je voor dat de hersenen een grote bal zijn van buitengewone verwarde draden. Je moet er voorzichtig verbinding mee maken zonder iets te beschadigen. Arnold, rennen! Het is tijd om te betalen voor het parkeren of een takelwagen zal je auto meenemen. We moeten de sleutel zo snel mogelijk van de chimpansees krijgen. Oeh, met zulke parkeerprijzen moet je tot het eind van de maand leven op noedels uit de winkel. Stap in het apenpak, zo heb je meer geluk. Vertrouw me maar. Ik weet dat het naar kontkaas ruikt, maar het is maar voor 5 minuten. Nog 1 keer. Je kan het. Hey, jongens, waar gaan jullie heen met Arnold? Alleen ik mag op hem experimenteren. Elon, wees alsjeblieft voorzichtig met Arnold. Maar echt, tegen wie praat ik? Ik ben gewoon een stem in het hoofd van deze sukkel. Arnold's brein is bijna net zo groot als dat van een primaat. En deze versie van de chip zal perfect bij hem passen. Dankzij Neuralink en wifi kan Arnold nu communiceren met andere eigenaren van dit apparaat via de kracht van gedachten. Hij profiteert ook van een enorme toename van de snelheid van de interactie met het internet. Arnold, kom op, concentreer je. Je kunt het. Download apengebarentaal van het internet. Ik heb nooit getwijfeld dat het je zou lukken, Arnold. Maar ik had niet gedacht dat je het een hele dag zou volhouden. Ik dacht dat je zo dom was dat zelfs de Neuralink-chip je niet kon helpen. Maar je bent gewoon vergeten om hem aan te zetten, idioot. Maak je klaar. We nemen de bus terug met Gertrude. Je auto is verkocht om de parkeerkosten te betalen. Ze hebben er $600 voor gekregen. Hallo Arnold, je bent al vaak geteleporteerd tijdens onze wetenschapsshow, maar je hebt je nooit afgevraagd hoe de teleportatie werkt. Er zijn verschillende manieren om door de tijd te reizen. Laten we beginnen met een wormgat. Waar heb jij over gedroomd om heen te gaan? Naar Australië? Geen probleem, stap in. Een wormgat is een tunnel door het ruimte-tijdcontinuum, die je theoretisch naar elk punt in het heelal kan sturen in slechts enkele seconden. En voor jou duurt het misschien een paar seconden, maar op aarde kunnen er tientallen jaren voorbij gaan. Gefeliciteerd, Arnie. Je bent in Australië in het jaar 2050. Het is een beetje ongemakkelijk, niet? En wat als je je tegelijkertijd moet verplaatsen? Quantumteleportatie kan daarbij helpen. Je lichaam bestaat uit 100 biljoen cellen, die op hun beurt weer uit elk 100 biljoen atomen bestaan. En elke atoom bevat minuscule speldenpuntdeeltjes, quanta, die je zouden kunnen helpen teleporteren over enorme afstanden. Het zou geweldig zijn iemand te vinden die je kan helpen een quantumteleporter te bouwen. Kijk eens wie we daar hebben. Rick en Morty.
Met hun hulp kun je een apparaat maken voor onmiddellijke verplaatsing overal in het universum. En zelfs in alternatieve universums. Als de teleporter klaar is, klim je in de cabine en zorg je ervoor dat er niemand anders in zit. Nou, tot ziens, Arnold. Bij kwantumteleportatie sterft het originele lichaam en een kopie wordt gemaakt op het punt van bestemming. Geen groot verlies in jouw geval. Wow, ik zei het je. Tijdens de teleportatie moet je alleen zijn in het hokje. Raak niets aan in het laboratorium. Wat heb je gedaan? Je DNA dat vermengd is met dat van een schorpioen is via het satellietsysteem verzonden. En heeft alle bewoners van de planeet in mens-schorpioenhybride veranderd. Je hebt dimensie C-137 vernietigd. Arnie, jij stomme idioot. Rick en Morty zouden teruggereisd zijn naar het originele universum waar de mutanten niet bestaan. Ik denk niet dat we willen zien wat er met Arnie gebeurt in dit universum. We kunnen beter teruggaan naar Australië. Gelukkig heb ik Arnold's kwantumdatum opgeslagen en kan ik dus zijn nutteloze lichaam terugbrengen. Arnie, je moet door het wormgat kruipen in de richting van je huis in 2018. En vergeet de blauwdrukken van je lichaam niet. Het lijkt erop dat we nu weten hoe de mensheid een teleporter zal maken in 2050. Hij heeft zijn spullen al gepakt, zijn vissen eten gegeven en is klaar om op een topgeheime reis te gaan. Recht voor je staat de nieuwe generatie van de DeLorean. Ik heb deze Tesla geüpgrade, zodat je niet alleen naar een andere stad kunt reizen, maar ook naar een ander jaar. 1986 bijvoorbeeld. Het is gelukt! We zijn bij de Chernobyl kerncentrale. Slechts een paar minuten voor de ramp. Arnold, breng de camera. Je gaat de explosie ermee filmen en ik zal de video op YouTube zetten. Ik zeg minstens 20 miljoen views zijn gegarandeerd. Is de batterij al leeg? Laat hem op. Het is een Europees stopcontact, sukkel. Je hebt een adapter nodig. Of misschien toch niet. Dus, het komt allemaal door jou? Het maakt niet uit. Je moet weg hier. Snel! Er is een powerbank in het dashboardkastje. Plug hem in de auto. Verdomme, het duurt minstens 60 seconden om op te laden. Haal het beschermende pak. Als je alleen al naar het gebied kijkt, zou je nooit weten dat je in een stralingszone bent. Maar in feite is de straling hier kosmisch. Dat is niet helemaal wat ik verwachtte. Misschien heb je van tassen geruild met iemand? Met straling boven de 500 röntgens vallen je haar en nagels meteen uit. Je huid wordt rood en al die ziektes die je hebt worden erger. Maar jij hebt geluk. Je zult niet veel pijn voelen, want je raakt in een coma in 3, 2... Oh, je bent er al uit. Dat komt omdat de straling hier 20.000 röntgens per uur is. En deze technologie kan die aanval niet aan. De batterijen moeten genoeg zijn om tot 2021 te geraken. Ga! Wat een reis bleek dat te zijn. Ik denk dat je misschien een bezoekje aan de oncoloog nodig hebt. Arnold, weet je wel hoe idioot je er nu uitziet? Ik vraag me af wie je beschermpak heeft meegenomen. Hey Arnie, weet je zeker dat het goed is om hier foto's te maken? Arnold, ik heb slecht nieuws. Alle regeringen over de hele wereld zijn omvergeworpen. En nu worden ze elk door dictators geregeerd. Ja, aan de ene kant is het goed. Niemand zal het land meer verlaten. En iedereen zal werken voor het welzijn van het land en zijn aanzien in de wereld. Maar aan de andere kant zullen de meeste mensen onder zulke regimes niet in huizen of wooncomplexen wonen. Maar in gevangenissen, omdat de wetten van de landen heel streng zullen zijn. En soms zelfs echt vreemd. De voordelen van de beschaving kun je wel vergeten. Immers, buitenlandse economische betrekkingen zijn niet meer nodig. En elk land zal nu alleen voor zichzelf werken. Maar wat dat betekent, is dat als je vroeger in jouw land geen zware industrie had om bijvoorbeeld voertuigen te maken, je nu geen nieuwe auto meer zult kunnen krijgen. En het enige waar je nog op kunt hopen, is een of andere klotenfiets, in het beste geval. En ik zeg niet dat alle social media verdwenen zijn, maar nu kun je alleen nog maar privégesprekken voeren met je vrienden. Ergens diep in de bossen. En met de radio heel hard aan. En als je nu naar de kapper wilt, moet jouw kapsel een goedkeuring krijgen van de plaatselijke overheid. En er zijn maar een beperkt aantal door de overheid goedgekeurde kapsels.
Maar wat het meest beangstigend is, is dat alle landen elkaar er nu van verdenken een potentiële bedreiging te zijn. Dus worden bijna alle middelen van elk land geïnvesteerd in militaire opbouw. En helaas, één deze dagen zal er iemand instorten en op die grote rode knop drukken. Arnold, je hebt de wereld gered! Wie had het gedacht dat jouw kleurenblindheid de planeet zou redden? Hey, waar heb je die auto vandaan? Arnold, je hebt bijna die vogel vermoord. Nu moet je een taxi bellen voor deze dame. Gelukkig was het een mus en geen adelaar. Ik denk dat je telefoon net alle taxis in de hele Verenigde Staten naar één plek heeft gestuurd. In de VS staan ongeveer 230.000 mensen geregistreerd als taxichauffeur, waarvan meer dan de helft Uber-chauffeur is. Al deze auto's op een rij zullen een file creëren met een lengte van 800 kilometer. Een derde van de staat New York zal verlamd zijn. Het zal moeilijk worden om op straat te ademen door de uitstoot die tot het dubbele van normaal stijgt. En daardoor zul je gaan hoesten. Je zult misselijk worden en misschien zelfs een beroerte krijgen. Vestig je hoop niet op een ambulance, want die zal je niet redden. Of de andere 3000 patiënten die elke dag een ambulance bellen. Je kunt het erop wagen om met de metro naar het ziekenhuis te gaan. Maar de 6 miljoen mensen die normaal met de auto gaan, zitten al in de metro. Dus vandaag zijn er ongeveer 11 miljoen kwade, boze, late mensen daar beneden. Hey, hij is degene die alle files heeft veroorzaakt. Criminelen hebben al de helft van de winkels in de stad beroofd, omdat de politie niet kan reageren op de meeste misdaden. Arnold, ik denk dat je beter helemaal het land uit kunt gaan. Er is een plaats voor je op zowat elk vliegtuig dat New York verlaat. Mensen kunnen niet naar het vliegveld en vliegtuigen die half leeg vliegen. En van deze maatschappij verliezen meer dan $10.000 per vlucht. Betaalt een Arnold niet altijd zijn schulden? Alle taxichauffeurs samen gaven zo'n $15 miljoen uit, alleen al aan benzine, om jou op te komen halen. Hoe ga je dat in hemelsnaam betalen? Arnold, heb je echt het geld? Hey Arnold, ben je werkelijk je baan als pizzabezorger kwijtgeraakt? Stel je nu eens voor dat je twee hoofden had. Je zou veel populairder zijn. Je leven zou veel interessanter zijn. Je zou slimmer zijn. En je zou eindelijk normaal kunnen leren fietsen. Kijk, dit is dezelfde man van het bord. De circus ringmeester. Oh mijn god, heeft die leeuw echt net de hele tweekoppige kerel ingeslikt? Nee. Eigenlijk, het lijkt erop dat de twee hoofden ongedeerd zijn. Maar wat gaat er nu gebeuren? Wordt de grote show van het seizoen afgelast? Hey, het lijkt erop dat de manager je heeft opgemerkt en wil dat je in de cast komt. Maar alleen als je ermee instept deze twee zo goed als nieuwe hoofden op je lichaam te laten naaien. Is dat niet waar je altijd van gedroomd hebt? Nou, omdat je ermee instemt, denk ik dat je meer te weten moet komen over de komende operatie. De eerste geslaagde hoofdtransplantatie werd gedaan door Charles Guthrie in 1908. Hij deed het echter op honden. Een van de hoofden werd ondersteboven aan de hals van het lichaam van een hond genaaid. In de jaren 50 bereikte Demingkoff de volledige werking van een tweede hoofd. Hij transplanteerde 20 hoofden samen op de voorste helft van de honden. Daarna werd het hoofd van de ene hoofd op het lichaam van een andere getransplanteerd. En dan was er ook nog een aap. Die na de transplantatie zelfs probeerde een van de dokters te bijten. In 2013 kondigde Sergio Canavero plannen aan voor een transplantatie van een menselijk hoofd. De geschatte kosten bedroegen $12,8 miljoen. In 2017 werd onder zijn leiding een dood mensenhoofd op een lijk getransplanteerd. Eigenlijk past het wel bij je, Arnold. Nu is het tijd om je rol te repeteren. Ik hoop dat je het niet verpest en deze mooie hoofden te schande maakt. Je zult moeten jongleren terwijl je met je eenwieler op een springplank door brandende hoepels rijdt. Jee. Ze schijnen het niet leuk te vinden dat je zo dom doet, Arnie. Probeer je niet te bemoeien met de professionals die je lichaam besturen. Het enige wat jij moet doen is ervoor zorgen dat de voorstelling niet verpest wordt. Het mooiste uur is aangebroken. De grote première. Alle ogen zijn op jou gericht, Arnold. Vandaag ben je het hoofdbestanddeel
deel van de show. Fingers crossed, maatje. Je doet het geweldig. Alleen nog een beetje meer. En is dat Dartagaya? Is ze naar je komen kijken? Nee, laat je niet afleiden. Niet nu, Arnold. Wat een sukkel. Door te proberen een heer te zijn, heb je jezelf en de gebroeder Strule te schande gemaakt. Dat was de grootste mislukking die dit circus ooit gezien heeft. Psst, Arnold. Arnold, word wakker.